Hey, welkom bij een video van Passion voor Tarot. Dit is een video voor de waterman. In de liefde. Voor de rest van de maand. December. Ga eens kijken wat je kan verwachten. Of wat er gaande is bij jou. Dus laten we eens gaan kijken. Voor de waterman. In de liefde in de maand december. Alsjeblieft voor de waterman. In de maand december, alsjeblieft. Aantrekkingskracht. Je trekt romantische liefde aan door dit moment ten volle te genieten. Zoveel geniet je dus niet, hoor ik. En ook niet van jezelf. Elkaar leren kennen. Als je je diepste zelf met elkaar deelt, wordt jullie band steeds hechter. Even terugtrekken. Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Dit ziet er voor mij, het ziet eruit als een huwelijk, maar dit telt voor mij, komt bij mij niet binnen als huwelijk. Dit komt bij mij binnen. Als iemand opnieuw, of opnieuw op je pad, iemand die opnieuw op je pad komt. Maar dit komt bij mij ook binnen als een nieuw iemand die op je pad wil komen. En dit komt bij mij ook binnen als wat je wil, kun je krijgen. Maar je moet het wel heel goed voor jezelf weten wat je wil. En je moet het jezelf ook gunnen. Dus als jij je trekt aan wat je uitstraalt. Dus als jij gelukkig bent met jezelf, zal je ook een gelukkig persoon aantrekken. Als jij bijvoorbeeld wil dat iemand grappig is, dan zul je zelf ook grappig moeten zijn. Je trekt aan wat je uitstoot. Dus als jij geniet je, of dan ontmoet je ook iemand die ook geniet. Dat is de wet van aantrekkingskracht. Deze twee kaarten komen voor mij in combinatie. Waarom? Op het moment dat je iemand ontmoet, dan kan je misschien wel een vooroordeel hebben over iemand. Maar dat wil niet zeggen dat je die persoon natuurlijk, dat die persoon ook zo is. Deze kaart zegt tegen mij, als jullie de tijd nemen om echt samen te zijn, dan kunnen daar hele diepe gesprekken uit voortkomen. En die diepe gesprekken, die zijn nodig om ware ikken te leren kennen. Om maskers die voor de buitenwereld gedragen worden, af te doen trekken. Te laten vallen. De wereld op zijn kop. Dit is iemand. Een situatie. Iemand waar geen einde aan komt. Dus nog geen gedane zaak, zeg maar. Sta
octave 8 op de kop. Vertragingen. Geen vooruitgang. Geen open communicatie. Oei. Zware 9 brengt een hoop verdriet met zich mee. Matigheid. Moet balans vinden. Maar pas op, er is nog iemand in het spel. Ik zie hier iemand. Ik zie hier iemand liggen die ook nog heel erg gefocust is op iets wat niet meer is. Misschien ben je die persoon verloren door een vreemdgaan, een third party. Kan. Of misschien deal jij met twee personen. Heb jij, ben je misschien vreemd gegaan of is je partner vreemd gegaan? Misschien deal je met een boogschutter. Dat kan. Maar ik zie wel dat deze situatie heel veel verdriet met zich meebrengt. En dat jullie een heel diep gesprek moeten voeren. Jullie hebben tijd samen nodig om het onderste uit de kan te halen. Tot die tijd komt er geen eind aan deze situatie. Er moet communicatie gaan plaatsvinden. Jullie moeten praten. Open en eerlijk met elkaar. Ook al doet dat zeer en ook al brengt dat een hoop verdriet. Maar het is wel nodig. Goed. Kan jij je vinden in deze lezing? Wil je meer weten? Let me know. Zo niet, persoonlijke lezingen kun je bij me aanvragen. En anders tot de volgende keer. Groetjes. Doei.